Nou, speciaal voor PH2 OLD even laten zien hoe dat met de uitzendingen werkt. Dit is gewoon een ASCII-schermpje. Moet ik even het juiste dingetje voor hebben. Deze. Dit is het starten van de software naar de repeater toe met de configuratie van NOS. Dan tik ik dit in. Kijk, en dan duurt het even. Als het goed is, geeft hij dan een melding terug. Nou, zo pas bij een proefopname ging het heel snel en nu doet hij er een tijdje over. Hij geeft dan een melding codec terug. Nou, we gaan er nog even op wachten. Ja, dat is hem. Kijk, en nu ben ik ingelogd bij de repeater. Dan geef ik Ctrl-C om hem weer af te breken. En wat ik vervolgens doe, is niks anders dan dit OMX Player. Vandaag MP3. En dan speel ik de uitzending af. Dat doe ik dan in een apart schermpje. Ik heb dan twee van die schermpjes. In het ene schermpje draait het programma. En in het andere draait OMX Player met de uitzending. Even kijken, weer Ctrl-C drukken. Op de achtergrond is het bureaublad van een andere Raspberry Pi. Dat is die van het radiostation Shorties FM. Dat draait dus, hoe heet dat nu, de Morsecursus op. Het is net na 10 uur. Het begint om 10 uur. En dit is de playlist. Oh ja, die is nu heel kort. Want als die afgelopen is, dan draait die eerste keer het bestand vandaag. Ik weet niet of het zichtbaar is. En daarna draait die roulatie. En roulatie, dat is het roulatiebestand waar alle programma's van deze dag op staan. Dus zo werkt het radiostation. En die geeft dus een audio aan een Windows-server. En die Windows-server die streamt het verhaal. Ja, wat kun je nog laten zien? Kijk, dit is de Windows-verkenner van de Raspberry Pi. Het ziet er eigenlijk bijna hetzelfde uit, hè? Het werkt ook real-time. Het is niet zo dat het stilstaat of zo. Dit zijn al die geluidsbestanden. Er zit ook een browser in, maar die start ik niet op, want dan wordt die. Dan raakt hij in de war met de uitzending. Hieronder is dan nog wel leuk. Je kunt zien hoeveel het CPU-gebruik is. En nog meer van dat soort grappen. En je kunt natuurlijk ook net als bij DOS kun je ook een command box openen. En dan kun je bijvoorbeeld kijken hoeveel het geheugenverbruik is. Op de verschillende schijven die erin zitten. Je ziet, het is zo'n Raspberry. Dit is dan de oude versie, hè, maar het is gewoon een volwaardig computertje. Je kunt er echt alles mee. Tekst verwerken, noem maar op. Het zit er allemaal in. Het is, even kijken, je hebt hier net zo'n soort Windows Start, zeg maar. En daar zitten in de subcategorieën zitten evenveel programma's als er bij Windows vaak zitten. Nou, deze is niet zo heel uitgebreid. Ik heb er wel waar echt heel veel te zien is. Dit is bijvoorbeeld een uitgebreid menu, zie. Dus, Raspberry Pi oude stijl en de nieuwe die kan meer. En dat voor 3, 4 tientjes. Het is ongekend dat die dingen er zijn, hè? Onvoorstelbaar.